Gestuigen, dat is verrassend dat hij hier staat, maar niet verrassend in feite. We zijn al bij jou thuis geweest, we hebben jouw zuster al geïnterviewd. Het is een hele familie in feite. Hè? Ja, je kunt de familie afgaan als je wilt. Hè. Binnenkort komt er nog een broer ook die gaat koersen, dus ik zal zeggen dat je afkomt dan. Stagecoat-trui, staat je mooi, hè? Ja, dank u wel. Ja, ik vind het zelf ook heel mooi. Ik vind het schoon ontworpen. Het heeft wel weg van vorig jaar, maar het is toch eigenlijk weer een beetje anders. Jij moet je broer nog een beetje wegwijs maken in dit team, denk ik, hè? Wow, ik denk dat hij zijn weg al wel redelijk gevonden heeft. Ik heb hem in contact gebracht op voorhand al met een paar ploegmaten vorig jaar. En nu leert hem de rest ook kennen. Ik denk dat hij zijn draai al wel gevonden heeft. Je hebt de transfer van je broer in orde gebracht, dus? Ik denk de ploeg was geïmpressioneerd door zijn prestaties in Herbemoa. Want ik koerste daar ook en hij ook. En dus daar heeft de ploeg hem bezig kunnen zien. En daar waren ze echt door... Ja, geïmpressioneerd en dat heeft de doorslag gegeven, ja. Is het in feite makkelijk om samen met je broer een ploeg te rijden? Ik doe al een stuk of 7 jaar niks anders dan dat, dus ik heb ermee leren leven. Wat schort er aan je broer? Spurt snel uit, ja, zoals vorige keer heb ik ook al gezegd. Ja, het is een lichtgewicht en dan wordt er niet direct de hoge wattages verwacht. Er wordt toch wel wat verwacht van jou, dacht ik, hè? Heb ik vernomen hier beneden. Wie zegt dat allemaal dan? ik doe gewoon mijn best en ik probeer de plaatsen zoveel mogelijk in te vullen. Ja. Ben je een harde werker? Ik weet wat ik ervoor doe en ik hoop dat dat zich uit in prestaties. Ja. En wat scheelt er dan aan als het niet lukt? Ja, wat scheelt er aan? Dat is moeilijk om... Dan is zoeken naar de oorzaak. Eerst en vooral kijk ik dan naar mijn training en overleg ik met mijn trainer zelf. En dan, ja, dan, meestal komt het dan daarna wel terug goed. Dus ik heb nog niet echt grote problemen gehad tot dusver. Wat verwacht je van je broer? Het is zijn eerste jaar, dus ik verwacht er eigenlijk niet te veel van. Dus ik kan altijd mijn verwachtingen overstijgen. Maar als hij kan volgen, ben ik al meer dan content. Ah, hij kan volgen. Hij gaat wel kunnen volgen, maar als hij zo iets meer kan dan dat, ben ik heel blij. Ga je hem begeleiden? zo waar dat kan, ja. En er komt er nog een aan dan? Ja, maar dat is nog ver weg, hè, die broer. Mijn zuster die gaat nu ook terug beginnen. Die gaat ook beginnen met koersen bij Olympiatine nu. En, die hebben we al gehad. Ja, die hebben we al gehad, ja. Die staat ook heel scherp. Die is in orde, ja. Wat is dat binnen de familie, Huygen? Koersfamilie, hè. Koersfamilie, ja. De ene begint, dan begint een ander. En dan, ja, zo gaat dat, hè. Hopelijk van vaders op zonen en dochters en verder nog, hè. Samen trainen? Soms. Als het met twee is, meestal niet, want je leeft natuurlijk al 24 op 24 samen en dan zo, als je dan 4 uur duurtrainingen moet doen, dan raakt het wel een beetje geërgerd aan elkaar, maar zo in groep zo wel vaak, ja. Ze verwachten heel veel van je zus, hè? Ze moet gewoon doen wat ze goestingen heeft, wat ze zich goed bij voelt en ik denk dat dat helemaal goed gaat komen bij haar. Wat ik bij jullie opvalt, of wat bij jullie opvalt in feite, is de mentaliteit, doorzetten, denk ik. Ik weet niet, de motivatie ook. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik merk wel ook bij Stan en bij Kaat dat ze wel echt doorzettingsvermogen hebben. Zeker Stan, want Stan die staat zelfs soms om voor zijn examens om 7 uur op of om 6 uur op om te gaan trainen. Iets wat ik nooit zou kunnen. Ik heb mijn slaap nodig en de mannen weten dat ook. Maar ja, ik denk wel, Stan is echt wel doorzetter en Kaat, ja, dat is nog in de beginfase, maar dat komt wel goed, ja. Dus we gaan de naam Huygen dikwijls kunnen zien volgend jaar, of dit seizoen? In de uitslagen hopelijk wel, ja. Oké, succes. Dank u wel.